Het onderdeel van deze boot waarbij het gewicht het belangrijkste is, is eigenlijk de flybridge. De flybridge zit het hoogst op de boot, waardoor het gewicht daar het belangrijkste is, omdat dat de stabiliteit van je boot beïnvloedt. Bovenop de flybridge zit allemaal meubilair. Dat meubilair hebben we losgemaakt in de autoclave. Denk daarbij aan banken, een dashboard, een meubel, een radarmast. En beneden kan ik jullie daar meer over laten zien. De banken zijn al klaar. De radarmast ligt op de CNC-frees, de mal. En daar lopen we nu naartoe. Dit is een bank voor op de flybridge. Dan denken jullie natuurlijk dat ik super sterk ben. Maar zo'n bank weegt gewoon echt bijna niks. Het is ultra licht. Deze bank is ook nog eens gebakken in de autoclave. Waardoor die nog lichter is dan dat we het in de oven bouwen. Ik heb hem eigenlijk verkeerd om. Dus dit is eigenlijk het zitvlak. En dit is de verlijming flange. En zo worden deze op de flybridge gelijmd. Dan komt er nog een klapbare leuning onderop en een luik onderin om kussens in op te bergen of eventuele andere spullen. Hier zijn we bij de CNC-frees. Achter mij ligt een MDF-mal op de CNC-frees. Dit is de mal voor de radarmast. Het wordt eigenlijk opgebouwd uit verschillende lagen. Per laag frezen wij 10 centimeter. Tegelijk. Hier zie je al wat de vormen van terugkomen. Dus dit wordt eigenlijk een plateau aan de radarmast. Dat is eigenlijk de buitenvorm. De verdieping die je hier ziet, daar wordt het plateau later weer in vastgelamineerd. Op onze CNC frezen wij eigenlijk alle spanten, alles wat wij hier maken, komt eigenlijk eerst van de CNC af. Naast MDF en hout frezen we ook schuim. Dat zijn eigenlijk de kernmaterialen die we in onze rompen en dekken en schotten plaatsen. Dit is eigenlijk een boegdeel voor op de boot. Dit zit eigenlijk boven de ankerconstructie. Dit zijn eigenlijk ook 3D gefreesde vormen die we eigenlijk op elkaar lijmen en weer omlamineren op de boot. Bij schuim denk je aan een heel zacht materiaal. Dat is dit materiaal helemaal niet. Ik geef best wel veel kracht. Ik kan het schuim eigenlijk helemaal niet indrukken. Dit schuim is heel licht en heel sterk. Dit schuim weegt maar 80 kilo per kuub. Achter mij is de autoclaaf. De autoclaaf staat nu ook aan. Hier zit een dek voor een Olympia-jol in. De autoclaaf is eigenlijk een heel groot drukvat. Al onze producten bouwen we met vacuüm. Vacuüm kun je eigenlijk tot 1 bar onderdruk komen. Met een autoclaaf kun je eigenlijk tot zoveel als je autoclaaf kan hebben. Onze autoclaaf kan tot 8 bar onder druk. Dus 8 keer zoveel druk als vacuüm. Aan de hand van dit scherm kan ik jullie laten zien hoe het op dit moment gaat in de autoclaaf. De autoclaaf is nu 73 graden. In de autoclaaf zit 1,5 bar extra onder druk bovenop vacuüm. Als ik mijn vacuüm bekijk, kan ik meten hoe goed het vacuüm is. Dat is 0,098. Dat is heel erg hoog. Morgenochtend kan ik de autoclave uitdoen. En dan is de kuip van de olie is gebakken en klaar en kan van de mal afgelost worden. De autoclave zit gekoppeld aan mijn telefoon. Dus mocht er iets gebeuren met het vacuüm of met de temperatuur, dan gaat mijn telefoon af en dan word ik eigenlijk wakker gemaakt om iets te doen om het probleem op te lossen. Zoals jullie kunnen zien, zie je allemaal kranen. Ik zal er een beetje wat meer over uitleggen. Eigenlijk zit het hele grote vat aangesloten op een compressor. Dat is de compressor. Die leidingen die lopen eigenlijk via deze kant, lopen ze zo de autoclave in. De kranen staan nu dicht omdat de druk vast zit.
Dit is eigenlijk de uitlaat van de autoclaaf. Dus mochten we de druk eraf willen gooien, kunnen we deze kranen open doen. Dit is de vacuumpomp, waar het vacuum op het product staat. Die zit weer gekoppeld aan alle meters langs de zijkant. En zoals we kunnen zien staat hij op volle bak vacuum. Wat onze producten nou zo sterk maakt is eigenlijk de combinatie van warmte en druk. Door de warmte worden onze producten heel hoge temperatuur bestendig. En door de druk kun je het laminaat heel goed compressen, waardoor er heel weinig lucht in je laminaat zit. Leuk om te vertellen is dat het carbon in de vriezer wordt bewaard. Ik zal jullie nu onze vriezer laten zien en hoe die ingesteld staat. De vriezer staat ingesteld op -16,5 nu. Hij staat ingesteld op -18, maar hij is net open geweest. Hier binnen kunnen jullie zien hoe we de rollen opstaand hebben staan. Dit zijn allemaal verschillende materialen. Ja, de rollen gaan uit de vriezer. Die moeten op kamertemperatuur komen. Waarna we het plastic eraf kunnen halen en ze kunnen gebruiken om te lamineren. Hoe starten we nou met een boot als dit? Daar komt heel veel voorwerk bij kijken, achter de computer. En daar gaat Lens jullie meer over vertellen. Aan het begin van het project krijgen we meestal een 3D-model van de boot of van het object binnen. Dit model deel ik vervolgens op in voor ons werkbare delen. Dus deel ik op in een romp, in een dek, in een superstructure en alle losse kleine onderdelen zoals luiken, deurframes, deuren, kleppen. De romp maak ik vervolgens een rompmal van. Deze bouw ik op uit spanten. Deze spanten hebben allemaal langspanten, dwarsspanten. En deze beplaten vervolgens met latten en platen. Voor dit project was het bijzonder omdat het vanwege de grootte het niet in ons huidige oven paste. Daarom hebben we een oven om onze mal heen gebouwd en dit is al in de mal geïntegreerd. Vanwege de hoogte hebben we ook diverse loopplateaus meegebracht, zodat mensen er ook overal goed bij kunnen te werken zonder ladders nodig te hebben. Als die spanten gefreesd zijn, dan gaat het naar de werkplaats en die bouwt het op aan de hand van tekeningen die je daarvoor hebt gemaakt. Terwijl de rondmal gebouwd wordt, dan ga ik verder naar het volgende stadium waar ik eigenlijk kijk naar wat voor laminaat waar moet en wat of dingen schuim hebben, hoe dik het schuim moet zijn en andere versterkingen die straks in de mal worden meegebracht. En dan bereid ik daar vast een werkplan voor. Dus als we de mal klaar hebben, dan ga ik gelijk bezig kunnen met het lamineren van de romp. Het leuke van mijn werk vind ik dat ik van begin af aan betrokken ben bij het project. En dan eigenlijk kan kijken van hoe een boot wordt opgebouwd en waar en op welke manier hij geproduceerd kan worden. En dan is het eigenlijk ook een beetje puzzelen van waar de delingen komen, hoe alles in elkaar valt en hoe alles straks samengesteld wordt. We hebben heel veel verteld over het schip. In de volgende aflevering gaan we jullie nog meer vertellen, dus blijf kijken.